Dit is de Slag om Nederland, met vanavond. Een vierbaans autoweg door het natuurgebied de Friese Wouden moet de kwakkelende economie in Friesland een boost geven. Maar tegen welke prijs? Uw plan is 2 tot 3 keer zo duur. Dat soort dingen, dat heb ik niet paraat nu. En ik vind het ook prettig dat we wel even qua hoofdlijnen aanhouden wat is afgesproken. En directeuren van de grootste bedrijven storten hun hart uit bij leiderschapsgoeroe Manfred Ketz de Vries. De meeste CEO's zijn nogal vol van zichzelf. Ook heel hard werken als iets minder boos. De regels zijn voor alle, voor anderen, niet voor mij. Dat is eigenlijk een van de karakteristieken van narcistisch gedrag. Zijn onze bedrijven met al die narcistische CEO's nog te redden? In Noordoost-Friesland is al jarenlang gesteggel rond de aanleg van een vierbaans autoweg. Hier komt hij dan, de centrale as. Een vierbaansweg die Drachten met Dokkum moet verbinden. Dokkum, een stadje van 10.000 inwoners, krijgt een vierbaansweg. Moeten we daar wel blij mee zijn? Met de nieuwe autoweg denkt de provincie het gebied rond Dokkum eindelijk goed bereikbaar te maken. De aanleg is al begonnen, dwars door het natuurgebied de Friese Wouden. Die centrale as, waar komt die nou te liggen? Nou, op deze plek gaat hij hier ongeveer dwars door het landschap heen. Gaat hij zo? Hier. Zo, en dan met een bocht straks daar die kant op. Hoe breed gaat dat worden? Willem Verf ziet deze nieuwe weg helemaal niet zitten. Vooral omdat hij zo enorm wordt. Maar die jongen nu is op de fiets ongeveer, dus het is een behoorlijk eind hoor. Zo breed wordt die weg? Tuurlijk. Nee. Zo breed wordt die weg dus? Ja, op zijn minst. Er was nog een discussie of er ook vluchtstroken bij kwamen. Dan werd hij dus nog veel breder. Ja. Maar dan had je 120 of 130 kunnen rijden. Maar er komen dus geen vluchtstroken, dus daarom blijft hij beperkt tot 100. Ja. Verf was in de jaren 90 statenlid voor GroenLinks bij de provincie Friesland. Ook hij vond dat de bestaande provinciale weg tussen Dokkum en Drachten moest worden aangepakt. Nou, op een gegeven moment gezegd, wij moeten de bestaande route als uitgangspunt nemen en die verbeteren. En daar waren we het ook allemaal over eens toen in de Staten. Ja. Die bestaande provinciale weg zou voor 200 miljoen gulden worden aangepast. Een ruime meerderheid van de provinciale staten stemde voor. Maar alles veranderde toen de provincie plotseling extra geld ter beschikking kreeg. En dat kwam door de verkoop van de energieaandelen? Ja, dat was de grootste bron van inkomsten. En dan praat je echt over, ik geloof, 1,5 miljard of zo. En toen kwamen er heel veel meer mensen die zeiden van, ja, als we het dan doen, laten we het dan meteen goed doen. En dit en dat. En uiteindelijk ligt er een plan waarbij dus niks meer van het bestaande tracé gebruikt wordt. Maar dat er een compleet nieuwe weg naast het bestaande wordt aangelegd en niet meer gekeken wordt naar verbetering van het bestaande gaan. En er ligt nu dus een plan wat volstrekt doorgeschoten is. En het is al in uitvoering, dat is het beroerde. Willem Verf en andere oud-statenleden van PvdA, CDA, D66 en de Friese Nationale Partij, allemaal ooit voor de uitbreiding van de bestaande provinciale weg instemden, startte een actiegroep tegen de nieuwe plannen voor deze vierbaansweg. Te megalomaan en verwoestend voor de natuur, vinden zij. Maar ja, dit hoort ook bij de streek. En als je dit soort dingen bewaart, dan hou je er ook een soort waarde in. Die verder gaat dan asfalt. Want met alle respect, dat hebben we overal wel. Dat is niet iets bijzonders. Dus wij hebben als 5 statenleden met 2 adviseurs een alternatief plan. Wat wel zoveel mogelijk aansluit op het bestaande plan. Dus er hoeven niet gigantische veranderingen weer te komen in dat voorliggende plan. Ja. En het is tenminste 100 miljoen euro goedkoper. Ja. De oud-statenleden willen dat de provincie nog één keer serieus naar hun alternatieve plan kijkt. Maar ze stuiten op gesloten deuren. Ondanks handtekeningenacties en bezwaarprocedures weigert de provincie om hun plan opnieuw op de agenda te zetten. Sietske Poepjes, hallo. Sietske Poepjes is bij de provincie verantwoordelijk voor de aanleg van de vierbaansweg. Waarom zet u de centrale as niet opnieuw op de politieke agenda? Ik ben erg bang dat de alternatieven die nu worden voorgesteld, dat die ernstige denkfouten bevatten. Denkfouten over wat kost het wanneer je een plan echt ten uitvoer wilt brengen. Wat heb je voor voorbereiding nodig en ook wat wil je nog doen met compensatie?
Het initiële plan kostte 200 miljoen gulden. Ik praat nog in de guldentijd. Uw plan is 2 tot 3 keer zo duur. Dat soort dingen, dat heb ik niet paraat nu. En ik vind het ook prettig dat we wel even qua hoofdlijnen aanhouden wat is afgesproken. Dus waarom willen wij deze weg? Waarom is dit beter dan de alternatieven? En wat lost dit voor problemen op? Ik denk dat in dit soort discussies, wat voor cijfers we dat dan precies moeten zijn. Maar ik denk, of in dit soort discussies zijn cijfers natuurlijk heel erg belangrijk. Zonder meer. En daar kunnen we het ook heel goed over hebben. Oké. Okay. Alleen, ja. Niet op deze manier. Want dat was ook niet... Als ik word gevraagd naar hè, wat was het oorspronkelijke verhaal 15 jaar geleden, dan kan ik daar nu zo geen antwoord op geven op het miljoen nauwkeurig. Dus ja. Wij willen juist dat in deze tijden van krimp, dat het economisch ook nou, niet zo goed gaat in Nederland en Friesland heeft daar ook last van. Ja. Dat er een soort met impuls komt van we pakken dit aan. En als je ook ziet naar wat er in de streek leeft, de ondernemersverenigingen in verschillende dorpen, jongeren, zich verenigd hebben in Gun ons die as, die zeggen, er moet hier wat power bij. Wat power bij. Maar voor wie? De bedrijven langs de oude provinciale weg worden juist de dupe. Veel familiebedrijven zijn hier gevestigd. De weg is hun financiële levensader. Hallo. Hallo. Roland de Wong. Hale Pilat. Waarom is die weg zo belangrijk voor u? Die weg die verschaft ons een zichtlocatie. Er rijden hier 10.000 tot 12.000 auto's per etmaal langs. Als de centrale as er komt, dan komt die hemelsbreed iets van 500 meter verderop. Dan raken wij onze zichtlocatie kwijt. En dat betekent dat er hier nog zo'n 400, 500 auto's voorbij rijden. Dus wij komen in een soort niemandsland te wonen. Ja, dat is niet iets waar je dus überhaupt voor zou kiezen, mocht je je ergens vestigen. Ja. Wij hebben dus vorig jaar die vitrine hier neergezet. Maar mensen gaan dan kijken wat er in die vitrine staat en daar reageren ze op. En daar komen ze voor in de winkel. Kent u collega's die wel voor die as zijn? Ja, die wonen in Dokkum. Ah, en die zijn er wel voor? En die zijn er voor. Ja. Vooral de ondernemers in Dokkum zijn voorstander van de nieuwe vierbaansweg. Zij vinden dat ze slecht bereikbaar zijn. Ze hopen dat de nieuwe weg hun streek een economische boost zal geven. Goeiedag. Ja, ik... heb begrepen dat u een voorstander bent van de centrale as. Ja, dat klopt. Maar er wordt in de media wat heel gauw gedacht. Een snelweg van Dokkum naar Drachten, wat een onzin. En dat klinkt natuurlijk ook onzinnig. Maar het is toch een vierbaansweg? Het is toch een vierbaansweg? Ja, maar het is gewoon een 100 kilometer weg. Hè? En elkaar kan inhalen. Maar als je dit soort zaken goed wilt doen, hè, een goede verbinding en een goede aanzuigende werking, want dat moet die weg hebben. Het is nu een weerwaard van wegen in Noord-Oost-Friesland. En doordat je dat goed aanbreekt, dan krijg je dat verkeer bij elkaar. En dat is juist wat de wens is. Dit is 2 keer 2 rijstroken zijn dit, die keurig 100 kilometer per uur zijn en ingepast zijn in het landschap. Ja. We hebben het hier niet over een groot asfaltmonster. Een vierbaansweg is dus geen asfaltmonster en we mogen het ook geen snelweg noemen. Hoe we zo'n vierbaansweg dan wel moeten noemen, is ons onduidelijk. En zullen al die bedrijven straks wel komen als de nieuwe snelle weg er ligt? Daar moet je toch realistisch in zijn. Je zal hier niet zo gauw meer gigantische bedrijvigheid voor honderden mensen naartoe trekken. Zo werkt het niet. Is in het verleden ook geprobeerd met investeringspremieregelingen, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Nou, en dat heeft allemaal geen bal geholpen. Ze staken nu weer in Dokkum, het laatste bedrijf dat met dat geld overeind is gehouden. Dat ligt ook te zieltoog. Dat bedrijf is de firma Prins in Dokkum. Zij maken vangrails. Maar deze maand besloot de directie de productie naar Polen te verplaatsen. U trekt enorm veel geld uit om Dokkum te ontsluiten en om het gewoon voor bedrijven nog concurrerender te maken. Maar onder uw ogen verdwijnt die werkgelegenheid al uit Nederland. Ik denk dat het een bewijs is dat die weg er dus ook al veel eerder had moeten liggen. Denkt u dat met die weg dat de firma Prins hun bedrijf niet naar Polen had verplaatst? Ik denk dat de kansen dat ze hier waren gebleven aanzienlijk groter waren geweest. Maar dat is toch een loonkwestie? Ze kunnen daar toch goedkoper die vangrails maken? Het hangt ook heel erg van het geval af van het bedrijf zelf. Maar het feit dat dus bedrijven weggaan, dat er economische, nou ja, alle hens aan dektijden zijn, überhaupt voor heel Nederland, bewijst volgens mij al dat deze weg er al had moeten liggen. En ik denk dat als je visie hebt op hoe je Friesland aan wilt pakken, hoe je het infrastructureel erbij wilt laten leggen, dan moet je geen halve maatregelen. Nee, maar dan moet je het goed doen. Geen halve maatregelen, maar het goed doen.
De provincie blijft erbij. Zij hebben de juiste beslissing genomen en zien geen reden hun besluit opnieuw te overwegen. Het blijft de vraag of in deze tijden van crisis een investering van 300 miljoen in een autoweg naar een krimpregio zo verstandig is. 'S Avonds komen Willem Verf en zijn kameraden bijeen in café De Hossebos in Zwaag-Westeinde. Samen zingen zij protestliederen. Vaak is het beter te bedenken, ach het is net zo beroerd. De bestuurder zult wel weten, en die had u zo benoerd. En hij docht zien ding mij leefde, is op rjocht een heel bevlein. Hun laatste strohalm is de rechtszaak die de oud-statenleden hebben aangespannen tegen de provinciale staten. Woensdag dient de rechtszaak in Leeuwarden. Het is aan de rechter om definitief te beslissen of hun alternatieve plan op de agenda komt bij de provincie. Let die lieren troch de dij, let die waaien op de wien, want het zit een meisje vrij. Terop en dat er schenken, ik al is er vrij wat blien. Nog een keer voor het de hele centrale as is opgehangen aan het feit van de economische vooruitgang van Noord-Oost-Friesland, van Dokkum. Terwijl de insteek eigenlijk ooit was de leefbaarheid en de veiligheid te vergroten. Het was vroeger een gevaarlijke weg. Hier zijn mensen verongelukt, dodelijk verongelukt. Dus er moest ook wat gebeuren. En daar zijn wij ook voor. Maar om dan zo'n grote vierbaansweg aan te leggen door het nationaal landschap de Friese Wouden, waar ik geboren ben, waar ik vandaan kom, waar ik dus heel trots op ben, dat gaan ze dus echt verwoesten. Ja. En dat heeft niks met mijn onderneming te maken. Dat is gewoon hoe je er persoonlijk in staat. Na alle boekhoudschandalen, mislukte overnames en bankschandalen dient zich de vraag aan: is er iets fundamenteel mis met onze CEO's? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een exclusief interview met een van 's werelds meest vermaarde leiderschapsgoeroes, Manfred Ketz de Vries. Hij is professor op de belangrijkste business school van Europa, in SEAT in Fontainebleau. We reizen af naar dit lieflijke stadje een uurtje rijden onder Parijs. Bekend als de residentie van misschien wel de grootste leider die Europa ooit heeft gekend, Napoleon. Geen wonder dat de keizers van het grote geld zich hier laten opleiden. In SEAT is de kraamkamer van onze toekomstige Captains of Industry. Ketz de Vries richtte hier het Global Center for Leadership op, waar CEO's van over de hele wereld zich door hem laten coachen. You must be Roland. Dat ben ik. Kom binnen. Ja. De werkkamer van Manfred Ketz de Vries is gevuld met trofeeën van over de hele wereld. Opgezette hertenkoppen, vissen en een namaakskelet van een krokodillenhoofd. Ja, die vis is van mij. Dat is een hoed, de macho hoedjo. De macho hoedjo, ja. En deze heeft u zelf gevangen? Ja. Ik ben de wereldkampioen in hoedjo-timen geweest. Maar daarna zijn anderen gekomen. Ik was de eerste die gingen vliegvissen in Oud-Mongolië. Je bent wereldkampioen geweest in het vangen van deze vis. Deze vis. Hij is buitengewoon geïnspireerd door de spirituele wereld van shamanen. Toverpriesters die dieren en mensen verlossen van hun demonen. Je bent een shaman. Ja, ik bedoel, dat de shamans en de voorgangers van psychotherapeuten. Zoals een echte shamaan is Ketz de Vries ook geïnteresseerd in de dromen en nachtmerries van de CEO's. Wat is een veel voorkomende droom bij CEO's? Een veel voorkomende droom? Ja, veel voorkomende droom bij CEO's. Climbing mountains, bergen beklimmen en niet halen. Bergen beklimmen en niet halen? Niet halen. Naast het niet halen van bergtoppen droomt de CEO over auto's zonder remmen en spiegelbeelden die aan diggelen vallen. Zit er iets fundamenteel mis in het hoofd van de CEO? U durft wel te beweren dat CEO's eigenlijk wel bovengemiddeld narcistisch zijn. Nou, je moet eens. Kijk, narcisme wordt bekeken als negatief. Je hebt een zekere mate van narcisme nodig voor zelfesteem, creativiteit, leiderschap en al dat soort dingen. Het probleem is dat het vaak te ver gaat. En na een tijdje, als jij de leider bent en mensen die iedereen naar je kijkt, nogal geïntimideerd, begin je zelf je eigen pers te geloven.
En dat is het probleem. En na tijd kun je ook geen kritiek meer hebben. Begin je te omringen met yes en yes-sayers. Ja-knikkers. En dat is echt een probleem. Zodra je dus aan de top of de piramide staat, moet je altijd een aantal hofnarren hebben. Hofnarren in een zekere mate die kunnen zeggen, you're full of shit. Bestuurskamers van multinationals vergelijkt Manfred Ketz de Vries vaak met een apenrots vol zilverruggorilla's. Who's going to be the next? Toch dalen de eenzame koningen wel eens af van hun ivoren torens om bij Manfred Ketz de Vries in analyse te gaan. Ieder jaar ontvangt hij een klas vol captains of industry van over de hele wereld die hij 4 keer een week lang onderwerpt aan intensieve zelfstudie. In het begin kon ze me alles vertellen. Dat is hoe grandioos ze zijn, geweldig ze zijn, enlightened ze zijn, wat ook maar zijn. Maar dan praat ik met de mensen in die organisatie en ontdek je dat ze Genghis Khan zijn. Dus nu krijg ik dus feedback van iedereen. Niet alleen maar de typische 360 feedback van je baas of je subordinates en je collega's. Je doet echt onderzoek naar het achterliggende veld van die CEO's. En ook, dat houdt ook in hun familie. Broers, zusters, vaders. Wanneer je, wat je noemt, je 20 jaar oude dochter zegt, pa is een idiot, dat hits. Ja. Als je subordinate gaat zeggen, zeg je, he doesn't know better. You know, that's, ja. Maar dochters hebben voor tipping points en dochters erg goed. Ja. Vaak melden de captains of industry zich pas bij hem als ze last hebben van zogenoemde narcistische blessures. Vrouw weg van huis of kinderen die alle contact verbroken hebben. Valt er iets voor te zeggen dat CEO's iets meer aanleg hebben voor psychopathisch gedrag? Als je denkt dat de schatting is dat 1% van de bevolking is een psychopaat. 1 op de 100? 1 op de 100 heeft een psychopathische neiging. En ik heb geschreven over psychopaat light en psychopaat heavy. Nou, heavy ones zijn de ones, serial killers. Ja. Dat is van degene die opgesloten zijn. Ja. Light, die herken je niet zo snel, noodzakelijkwijze. En dan kun je schattingen zijn dat in senior management, en het alweer, ik bedoel, hoe die surveys zijn niet vrij precies, schatting is iets van 5%. Dus de normale populatie is 1% psychopaat light. En in senior management schatting 4-5% psychopaat. Met name in de financiële sector, in de boardrooms van investmentbankers en beurshandelaren, komen de psychopaten voor. Een CEO die psychopaat is zonder geweten, kan een gevaar zijn. Maar een CEO die zich verveelt, kan ook veel schade toebrengen. Een van de gevaren is van executives die zich vervelen, is dat ze, voor het weten, in de handen komen van investmentbankers en consultants. En ze gaan het Pac-Man game doen, you know. I buy you, otherwise they will buy me. En dat soort... Dat beweert eigenlijk dat heel veel van dat soort misschien wel nodeloze zakelijke beweging wordt ingegeven vanuit een verveling? Ik beweer dat de grootste deel van M&A's, als je kijkt naar de resultaten... Ja, mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions. Ja. No added value. Nothing. Zippo. En dan praat ze over synergy, wat houdt in cutting heads. No added value. De grootste deel van M&A's, en we weten het allemaal. De consultants weten, de investmentbankers weten het. Het heeft geen no added value. 70% of zo. 60% heeft geen added value. Waarom doen we het? De greed factor. Als ze zich vervelen, gaan topbestuurders Pac-Man spelen. In 2007 koopt Barclays voor 67 miljard ABN AMRO. Bestuursvoorzitter Rijkman Groenink presenteert vol trots de overnamedeal. Ik denk dat wij hier een stap laten zetten die zal gezien worden als een mijlpaal in de Europese bankindustrie. Een jaar later moest ABN AMRO met staatssteun gered worden van de ondergang. Je moet nooit de greed factor onderkennen. Element. En greed natuurlijk, waar staat money voor? Ik had hier een keer hier... U wilt onderschatten, bedoelt u? Niet onderschatten. Ja, precies. Ja. Ik kan me een keer herinneren, hier liep ik in... Een van mijn studenten kwam naar me toe en zei, Manfred, hoeveel, how much is enough? En ik kon niet geloven. Ik bedoel, deze man maakt het meeste geld van, zillions. Maar serieus, hij verdiende al miljoenen en hij vroeg... How much is enough? Ja, hij wist het echt niet. Het is nooit genoeg. Het is altijd, je hebt altijd Bill Gates of je hebt die man in Mexico die meer geld heeft. Ja. Het is altijd iemand die meer geld heeft. Ja. Hoeveel is genoeg? Op Wall Street viel in 2008 de zakenbank Lehman Brothers om. Werknemers liepen met hun bezittingen in dozen de bank uit
trots dat ze voor deze bank hadden kunnen werken. CEO Richard Fuld vond het volstrekt normaal dat hij honderden miljoenen aan bonussen opstreek. I believe a little bit less than 250 million. Still a large number though. En natuurlijk, business schools zijn niet de beste plaatsen hier. Dit is het centrum van narcisme. I mean, als je kijkt naar de klas, we hebben 1000 studenten. En dat zijn, die zijn uitgeselecteerd. En die, wat willen ze? Ze willen de masters of the universe zijn. En de eerste klas heb je dus al die narcisten in klas. Allemaal in klas. Ze dachten dat de enige in de wereld waren. Plots zijn er 75 in een section, in one of die klassen. Dramatisch, hè? Het zijn niet de slimste meer. Het zijn anderen die nog slimmer zijn. Het is een narcissistic injury. Kalmeren ze langzamerhand. Ondanks klassen vol narcisten heeft Manfred Ketz de Vries wel degelijk een ideaal. Na 4 weken intensieve coaching hoopt hij leiders iets meer bescheidenheid en vertrouwen in elkaar bij te brengen. En mijn fantasie is als ik deze mensen een beetje meer menselijk kan maken. Meer reflectief kan maken. Dat heeft een positief effect op de organisatiecultuur en misschien op de wereld. Dat is mijn, we hebben onze fantasieën nodig. Leadership is een team sport. Eén man kan het niet doen of één vrouw kan het niet doen. En goede bedrijven hebben een team culture. Ja. Maar wat doen we met de CEO's die wel denken dat ze master of the universe zijn? In Nederland is oud-SNS-topman Sjoerd van Keulen na een Twittercampagne met zijn bonus gevlucht naar het buitenland. Ketz de Vries snapt de opwinding wel. Waar moeten die bankieren zulke grote bonussen hebben? Waar moet het 9, 10, 20 maal hun salaris zijn? Waarom zijn ze zo speciaal? Nee. De regels zijn voor alle, voor anderen, niet voor mij. Dat is eigenlijk een van de karakteristieken van narcistisch gedrag. Wij hebben anderen, wij zijn speciaal, we hebben geen regels nodig. De mensen die hier dus aan de top van de bedrijven zijn, zullen ook heel hard werken als iets minder bonus hebben. Dat is part of hun DNA. Dus het is echt verloren geld. Bonussen zijn dus onnodig. En de CEO's denken dat de regels er alleen voor anderen zijn. Zo handelde oud-Philips-topman Cor Boonstra vrolijk in aandelen Ahold, terwijl hij daar commissaris was. Maar hoe zie je dat het mis is bij zo'n topman? Manfred Ketz de Vries heeft een gouden tip voor aandeelhouders en beleggers. Als het topmanagement een corporate jet aanschaft, dump dan snel je aandelen. The moment a company has a company plane, sell the shares. And then and fire the CEO. And don't sell the plane yet. Verkoop het niet. Wacht een tijdje en zie wie de volger in de organisatie is. Die probeert in die bij dat vliegtuig te komen. Die ontsla je ook. Ja. Die ontsla je ook. Als bait. Ja, dat is gewoon het lokaas voor slecht management. De corporate jet. Maar toch moet ik je vragen dan van wat is de rol dan van zo'n business school, zo'n gerenommeerde business school. Je praat toch gewoon met die mensen, je hebt hun oor. Ja. Dus dat idee van bonuscultuur en uit de hand lopende bezoldigingen, eigenlijk kan je daar iets aan doen. Voel je jezelf niet verantwoordelijk daarvoor? Nou, meer in de business schools hebben gefaald. Het is niet dat je als het eens had, alle business schools hebben gefaald, dat er te weinig mensen in de gaten hadden dat we dit whole management voor de short run, dat we de wereld aan het vernietigen zijn. Maar dat is wel een boude uitspraak. De business schools zijn deels verantwoordelijk voor het korte termijn denken in de zakenwereld. De gemiddelde duur van een CEO is 3,5 jaar of zo. Een wereld waar CEO's slechts een paar jaar op hun positie zitten en in die periode een flinke smak geld binnen willen halen. Dan zeg ik, hoe kan ik mijn salaris maximaal maken? Beter hadden de business schools kunnen kijken naar de merites van het familiebedrijf. Dat familiebedrijven deze laatste jaren het beter hebben gedaan, omdat ze dus managing for the long run. Hoe dan ook, Manfred Ketz de Vries is hoopvol voor de toekomst. De aandeelhouders hebben er genoeg van. Die worden nu een countervailing power. En de pres die maakt schandalen erover, die schrijft erover. I mean, die 70 miljoen dollar die meneer van de Novartis heeft gekregen. De topman van het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis, Daniel Vazella, kreeg 60 miljoen euro vertrekpremie mee. Hij heeft het niet meer, hij heeft het niet geaccepteerd. Okay. En ik kan je wel voorstellen dat in Zwitserland niemand de komende jaren dat soort bonus zal, vaarwelbonus zal krijgen. Amen. Niemand zal dat doen. Want ze weten nu dat er opgekeken wordt. Dat is geen goede manier om je carrière te eindigen, laten we eerlijk zijn.
Het was een interessante middag met de openhartige leiderschapsexpert Cats de Vries. Is hij te optimistisch? Of is het eind van de narcistische CEO die denkt dat hij boven de wet staat werkelijk in zicht? Het lijkt erop dat in deze tijd zelfs de managers de mening van het volk, hun klanten en hun aandeelhouders niet langer kunnen negeren.